The Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, is vandaag in Kommerwijn gestart met een 10-daagse training van de vakken front office en keukenassistent. Deze trainingen zijn onderdeel van het Basic Needs Trust Fund project en heeft als doel het versterken en of bijbrengen van de nodige hard skills en soft skills van voornamelijk werkloze jeugdigen. Rabin Buddha, waarnemend directeur van de SHTTC, geeft aan dat de start van de training een bijzonder moment is voor Kommerwijnen. Buddha heeft de jongeren moed ingesproken om de kansen met beide handen aan te grijpen en met de opgedane kennis en vaardigheden een positie te verzekeren op de arbeidsmarkt. Met de aangeleerde vaardigheden hebben de deelnemers zij die basic tools voor het opzetten van een eigen onderneming.